Hi, ik ben Liesbeth van Leijen en ik wil het graag met je hebben over een vraag die ik regelmatig krijg van gemeentes. Veel gemeentes hebben een systeem waarin zij luchtfoto's en kadastrale gegevens kunnen inkijken. Nou zijn er wel eens bij discussies over verjaring burgers die vragen aan de gemeente, beste gemeente, mag ik die gegevens uit jullie systeem? Maar ja, de aarzeling is wel eens bij gemeentes dat ze denken, ja, als wij die verstrekken, dan gooien wij misschien onze eigen glazen in. En toch is het belangrijk dat je als gemeente die gegevens verstrekt. De allereerste reden is dat waarheidsvinding voorop moet staan. Ook als het niet in je eigen belang is. Nou is niet de bedoeling dat je maar voortdurend klaar gaat staan zodra een burger daar iets over vraagt. Nee, de bedoeling is dat het vrij gemakkelijk voor jou is om die gegevens uit je systeem te halen en te verstrekken aan de burger. Kost het heel veel werk en dergelijke, nou dan mag je daar best op grond van je levensverordening een vergoeding voor vragen. Maar in beginsel staat de dienstbetoon aan de burger of die nou wel of niet met jou mogelijk in een conflict verzeild is geraakt over verjaring. Dienstbetoon staat voorop.